In deze film gaan we deze foto omzetten naar wat meer herfstkleuren. En om dat te doen ga ik gewoon bovenaan beginnen. Ik ga om te beginnen de foto een klein beetje warmer maken. En dat doe ik ongeveer 10, 15 puntjes. En ook een heel klein beetje magenta erbij. Ongeveer de helft van wat ik bij de kleurtemperatuur toevoeg. Vervolgens ga ik het contrast uit elkaar trekken. En ik zou de contrast slider kunnen gebruiken. Maar dat ga ik echter niet doen. Ik ga gewoon werken met de hooglichten, de schaduwen, de witte en de zwarte tinten. En ik ga de hooglichten optrekken tot ongeveer 30. En de schaduwen zet ik terug tot ongeveer 50. Nou, in dit geval is dat ook precies. Maar. Het kan in jouw foto misschien net wat anders uitkomen. En ook de witte tinten ga ik een klein beetje boosten. Tot waar ik het ongeveer mooi vind. Plus 20. En de zwarte tinten haal ik dan ook wat terug. En je ziet de foto krijgt al een heel ander karakter. Dan wat we oorspronkelijk hadden. Als ik bijvoorbeeld even terug ga naar de originele. Die is vrij zacht. En nu is het contrast gewoon veel harder. En de foto oogt veel warmer. En dat klopt ook met de bewerkingen die we gedaan hebben. Dan is het nu zaak om de kleuren te veranderen. Dat doe ik hieronder bij HSL of kleur. En het enige verschil tussen HSL en kleur is dat bij HSL keurig alles naar kleurtoon, verzadiging en luminantie gerangschikt staat. En dat het bij kleur allemaal op kleurbasis is gescheiden. Maar je hebt in principe per kleur dus gewoon kleurtoon, verzadiging en luminantie. En de twee waarden die in deze foto gaan werken: dat zijn oranje en geel. En het zou ook kunnen als je wat meer groen hebt dat je met geel en groen moet werken. Maar het is dus gebaseerd rondom geel en dan is het die daarboven of die daaronder. Nou, en in dit geval zit er praktisch geen groen in, dus het zal geel en oranje zijn. En inderdaad als ik aan oranje trek, dan zie ik dat dat toch vrij veel invloed heeft. Ik begin met geel. Daarvan trek ik de kleurtoon gewoon een stuk naar links. Net zolang totdat ik denk van nou, dat is hier wel aardig. Je kunt helemaal naar links gaan, maar dat wordt te rood. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar ik hou het in dit geval zo rond de min 60. En de verzadiging, die trek ik er ook een aardig stuk uit. En vervolgens ga ik mijn oranje tinten wat meer richting het rode draaien. Niet te veel, want dan wordt de huid niet echt fraai. Maar gewoon totdat ik een beetje een normale huidskleur krijg. Wat in dit geval tegen de min 40 is. En ook daar haal ik de verzadiging een stuk van naar beneden. Ben ik alweer een stapje dichterbij richting mijn zachte herfsttinten. Ga ik vervolgens nog met gesplitste tinten aan de slag? Want ik wil in de hooglichten bijvoorbeeld echt wat meer geel. En in de schaduwen wil ik echt bijvoorbeeld wat meer rood. Maar dit is natuurlijk te. Ik leg de balans een klein beetje richting de hooglichten. En ik trek gewoon van beide de verzadiging een aardig eind terug. En het ligt er gewoon heel subtiel op. Als ik bijvoorbeeld dit effect even los uitzet of weer aan, het maakt het gewoon even net wat warmer. En tot slot bij standaard voeg ik nog een klein beetje textuur toe, gewoon net even iets meer verscherping. En ik heb op zich een heel aardig effect. Als ik even kijk, dit was mijn before, gewoon een zomerse foto, en dit wordt opeens mijn herfstachtige tinten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei